Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van TWR.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We lezen deze weken uit het boek Jesaja. Vandaag in uitzending 775 beginnen we met Jezaja 8. Het gedeelte waarin we bezig zijn wordt ook wel eens het boek van Immanuel genoemd. Hoofdstuk 7 tot en met 12 verwijst namelijk veel naar de komende Messias die zijn volk zal redden. Jesaja heeft het over een jonge vrouw die een baby zal krijgen en hem Immanuel zal noemen. Deze profetie heeft een dubbele betekenis. Allereerst verwijst Jezaja naar een voor ons onbekende vrouw uit zijn tijd. Met de naam van haar kind liet zij weten dat de Heer altijd nabij is: Immanuel, God is met ons. Het teken is confronterend voor Agas, want de jonge vrouw wijst de enige uitweg. Wij weten anderzijds dat deze profetie een dubbele laag heeft en dat die ten volle vervuld is door Jezus. In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Achas in moeilijke omstandigheden verkeert, maar hij weigert op de Heer te vertrouwen. Toch zullen de vijanden Pekach en Rezen zich terugtrekken. Daar staat tegenover dat de Assyriërs daarna het land zullen verwoesten. De boodschap van Jezaja is duidelijk. De alliantie van Israël en Syrië is zeer bedreigend. De negatieve keuze van Achas heeft tot gevolg dat de zelfstandigheid van het koningshuis van David eindigt bij Achas. Latere koningen hebben bijna steeds te maken gehad met overheersing door anderen: eerst de Assyriërs en daarna de Babyloniërs. Jesaja communiceert ook speciale boodschappen door de namen van kinderen. De naam Sear Yashub betekent dat God, na een ernstige crisis, met een rest zal doorgaan. Door de naam Immanuel wordt vertrouwen op de Heer uitgedrukt. Jezaja komt daar in Jezaja 8 op terug. Op de achtergrond van de boodschap van hoop staat de overtuiging dat de Heer trouw is aan zijn verbond met David, en dat uit Davids familie een vredevorst zal voortkomen, die het tegendeel van de goddeloze koning Achas zal zijn. De messiaanse profecieën in Jezaja 9 en Jezaja 11 zullen dat uitwerken. Christenen mogen weten dat deze voorzeggingen vervuld zijn in de Heer Jezus Christus. Het koninkrijk dat hij gesticht heeft, bestaat nu in het verborgen, maar zal straks voor de hele schepping openbaar worden. Daarom is het voor gelovigen vandaag van belang te leven in geloof en vertrouwen, te midden van omstandigheden die moeilijk of bedreigend kunnen zijn. Isaiah 8, vers 1 Verder zei de Heer tegen mij, neem u een groot schrijfbord en schrijf daarop, voor iedereen leesbaar, Magar Shalal Gash Baz. Net als Sehar Yasjub is ook dit een vreemde naam voor een jongen. Er is echter een reden waarom God wil dat Jezaja zijn zonen deze ongewone namen geeft. De reden is in vers 18 te vinden, waar staat: Zie, ik en de kinderen die de Heer mij gegeven heeft dienen tot tekenen en wonderen in Israël. Beide zonen zijn tekenen, en hun namen brengen een boodschap. Maher Shalal Gasbaas betekent snel roof, vlugge buit. Het betekent eenvoudig dat God tegen hen is die tegen zijn volk zijn. Paulus stelde het zo. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? De naam van deze jongen is ook een boodschap voor Agas, de man op de troon. Hij is een goddeloos man, en God probeert hem te bereiken. God wil dat de naam van deze jongen werd opgeschreven, zodat de geringste persoon in het koninkrijk het zal zien, het zal lezen en het zal begrijpen. God probeert Agas te bereiken, eerst door Jezajas oudste zoon, Sear Yashub, en de rest zal terugkeren, en vervolgens door Maher Shalal Hashbaz. De naam van deze tweede zoon moet Agas verzekeren dat God zorg zal dragen voor de vijanden van zijn volk. Jezaja 8, vers 2 Toen nam ik voor mijzelf betrouwbare getuigen: Uria, de priester, en Zacharia, de zoon van Jeberechja. Jezaja betrekt bij het proces van het opschrijven van de woorden twee getuigen. Over Zacharia weten we niets met zekerheid. Maar van Uria is bekend dat hij als priester het altaar maakte dat koning Agas in Damascus had gezien. Zachariah is voor ons onbekend, maar mogelijk dat hij de vader was van Abi, de vrouw van Achas. Eventueel kan Zachariah de mentor van Uzia geweest zijn. Voor belangrijke zaken waren tenminste twee getuigen nodig. Over de priester Uria lezen we in 2 Koningen 16. Waarschijnlijk zijn beide mannen vanwege hun hoge positie gevraagd om getuigen te zijn. Het is overigens de vraag of Jezaja op dat moment precies heeft geweten wat de betekenis van de woorden was die hij opschreef. In ieder geval moest later aangetoond kunnen worden dat deze naam opgeschreven was voordat de gebeurtenissen werkelijkheid werden. Jezaja 8, vers 3. Ik was tot de profetes genaderd. Zij werd zwanger en baarde een zoon. Toen zei de Heer tegen mij: Geef hem de naam Maher Shalal Hasbaz. Mogelijks verwijst het woord profetes hier naar de vrouw van de profeet. Of zij ook over profetische gaven beschikte. Of zij alleen zo genoemd werd als echtgenote van de profeet, is niet gekend. Maar het is goed mogelijk, want de aanduiding profetes wordt meer gebruikt in het Oude Testament. Bijvoorbeeld voor Mirjam, Deborah, Hulda en Noadja. Isaiah vertelt dat hij gemeenschap had met zijn vrouw. Zijn vrouw wordt zwanger, er wordt een zoon geboren en hij krijgt de naam die de Heer opgedragen heeft. Isaiah 8, vers 4. Want voordat het jongetje papa of mama zal kunnen roepen, zal men het vermogen van Damascus en de buit van Samaria voor de koning van Assyrië dragen. Er volgt een toelichting op de naam. Nog voordat de jongen papa of mama zal kunnen zeggen, zullen de rijkdommen van Damascus en Samaria door de koning van Assur geroofd worden. Hiermee wordt aangegeven dat de hoofdsteden van het noordelijke rijk en van Syrië geplunderd zullen worden. De twee genoemde koningen vormden in Jezaja 7 een grote bedreiging voor koning Achas en voor Jeruzalem. Als we ervan uitgaan dat de verklaring van de naam van Jezaja's zoon rond 735 of 734 voor Christus werd gegeven en dat Samaria in 733 voor Christus werd geplunderd, dan is de hier uitgesproken professie binnen één of twee jaar in vervulling gegaan. Ook in Jezaja 9 zal de naam van een kind gebruikt worden om iets over de toekomst te voorzeggen. Isaiah 8, versen 5 tot en met 7. De Heere sprak opnieuw tot mij. Omdat dit volk versmaadt de zacht stromende wateren van Siloach, en er vreugde is bij Rezen en de zoon van Remalia. Daarom zie, doet de Heere over hen opkomen de machtige, geweldige wateren van de rivier de Eufraat, Namelijk de koning van Assyrië met al zijn luister. Deze zal buiten al zijn stroombeddingen treden, en over al zijn oevers heen stromen. Korte tijd na de naamgeving van de zoon van Jezaja spreekt de Heer opnieuw tot de profeet. In de voorgaande versen klonk de hoopvolle boodschap dat Damaskus en Samaria, de hoofdsteden van de twee staten die Juda bedreigden, vernietigd zouden worden. Maar nu volgt de anticlimax. Juda zal overweldigd worden door de Assyriërs. Koning Achas en de Judeërs kunnen gedacht hebben dat ze de juiste keuze maakten, door op de koning van Asur te vertrouwen. Maar de Heere voorzegt dat de toekomst iets anders zal laten zien. De profetie begint met een onderbouwing van de aankondiging van het oordeel over Juda. Juda heeft geen vertrouwen meer in het rustig stromende water van Siloach. Vanaf de bron Hichon voerde in de tijd van de Canaanieten een met stenen afgedekt kanaal, aquaduct, het water naar het zuiden van de stad Jeruzalem. Het kanaal liep een klein beetje af en daardoor zal het water niet snel hebben gestroomd. Koning Hiskia legde er een tunnel aan, maar dat was na de tijd van Agas. Volgens archeologen had de naam Siloach in de tijd van de Tweede Tempel betrekking op het hele watersysteem, namelijk de bron, de tunnel van Hiskia en de Siloach-vijver. Het rustig kabbelende water is een metafoor voor de Heer. Hij wordt door de Judeërs verworpen. In Psalm 36, versen 9 en 10 lezen we: Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht. Zien wij het licht. Maar de keuze van Juda is anders. Zij vinden het beter het leger van Asur tegen koning Rezen en Pekach te hulp te roepen. Het gevolg is dat Juda niet wordt overspoeld met de zegeningen van de Heer, maar met de machtige vloedgolf van de Eufraat, de machtige legers van de koning van Asur. Agas had meer vertrouwen in een vriendschapsverdrag met de Assyrische koning Tiglat-Pileser en wees met die keuze de God van Israël af maar degene op wie Achas en de zijnen vertrouwden, zou zich meedogenloos tegen hen keren. Jezaja 8, vers 8 Hij dringt door tot in Juda, overspoelt het, trekt er doorheen, hij reikt tot aan de hals, en zijn uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van uw land innemen. Immanuel Het beeld van de vernietigende vloedgolf wordt voortgezet door de beschrijving dat de stroom buiten zijn beddingen treedt en over de oevers heen stroomt. De vloedgolf zal binnendringen in Juda, het overspoelen en erdoorheen trekken. Het water zal uiteindelijk tot aan de nek komen en het land tot in de verste hoeken onder water zetten. Jezaja sluit af met de uitroep: Immanuel. Wat betekent God is met ons? Dat is geen ongegronde verwachting, want deze verwachting is gefundeerd in de overtuiging dat de Heer trouw is en blijft aan het verbond met Israël. Daarom zal het tekeergaan van de volken toch niet de ondergang van Gods volk Israël betekenen. Het brengt Jezaja in de volgende versen zelfs tot uitspraken over de vernietiging van de vijanden. In de nood wordt teruggegrepen op de eerder gegeven naam Immanuel als uiting van hoop en vertrouwen in moeilijke omstandigheden. In Jezaja 9 zal deze hoop concrete gestalte krijgen in de geboorte van een goddelijk kind. Zo ziet Matthäus ook de geboorte van het kind Jezus als realisering van de uitgesproken hoop dat de Heer met ons zal zijn. Met de uitroep Immanuel worden de inwoners van Juda opgeroepen niet op mensen, maar op de Heeren te vertrouwen. Jesaja 8, versen 9 en 10. Volken, loop de hoop en wordt verpletterd. En neem ter oren, allen die in verre landen zijn: omgort u en wordt verpletterd. Omgort u en wordt verpletterd, beraam een plan, het zal verijdeld worden. Spreek een woord, het zal niet tot stand komen, want God is met ons. Er wordt in de de wijs gesproken. De Heer gebiedt de volken op te trekken. Zijn doel daarmee is om te laten zien dat hij de overwinnaar is. Voor alle uithoeken van de aarde geldt de herhaalde oproep zich te verenigen, maar niet om te overwinnen, maar om verpletterd te worden. Deze woorden doen terugdenken aan Jezaja 7, vers 7, waar gezegd werd dat de plannen van Efraïm en Syrië geen stand zullen houden. Dat de plannen van de vijanden geen stand zullen houden, komt omdat de Heer bij zijn volk zal blijven. In Jezaja 8, vers 11 tot en met 9, vers 6 worden ellende en rampspoed van het volk beschreven. Juda is overgeleverd aan barbaarse machthebbers en het zal zonder uitzicht moedeloos ronddolen. Maar in Jezaja 9, vers 5 zullen woorden van hoop klinken vanwege de geboorte van een goddelijk kind dat uitkomst zal brengen. Jezaja 8, versen 11 en 12. Immers zo heeft de Heer tegen mij gezegd. Toen zijn hand mij te sterk werd en hij mij onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan. U mag geen samenzwering noemen, alles wat dit volk een samenzwering noemt. En waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. Jezaja deelt mee dat de Heer nadrukkelijk tot hem heeft gezegd dat hij onder geen beding akkoord mag gaan met de plannen van Juda. Dit omdat het volk van het verbond het spoor bijster is geraakt. Laten zij niet bang zijn en niet in paniek raken als zij zien wat mensen om hen heen doen. Jezaja wijst een betere weg. Jezaja 8 versen 13 tot en met 15. De heren van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees en hij is uw verschrikking. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt, voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. De betere weg die Jezaja wijst, is vertrouwen op de Heere van de hemelse legers. Voor hem moeten zij vrezen en respect tonen. Voor hem moeten zij ontzag tonen, zoals de serafs in Jezaja 6, vers 3 de Heere vereerden. Hij zal hun toevlucht zijn, een plaats van bijzondere beschutting. Maar de aanwezigheid van de Heere heeft ook een andere kant. Voor de twee koningshuizen Israël en Juda is de Heere ook een steen waarover zij struikelen en een rots waarop zij kunnen verpletteren. Voor de Israëlieten heeft de Heere twee kanten. Als zij hem toegewijd zijn, worden zij gezegend en beschermd. Maar als ze van hem afvallen, overkomt hun ellende. In Romeinen 9, vers 33, wordt dit toegepast op de Heere Jezus. Zij zullen hem verwerpen, omdat hij niet beantwoordt aan wat een Messias in hun ogen moet zijn. Tijdens de loopwedstrijd naar de rechtvaardigheid zijn de Joden gestruikeld over de steen des aanstoots. Jesaja 8, vers 16. Bent het getuigenis toe, verzegelde wet onder mijn leerlingen. Jezaja wordt opgedragen alles wat de Heere gaat doen, op te schrijven en te verzegelen voor de toekomst. Met deze woorden wordt gedoeld op zaken die de Heere eerder door middel van de profeets had geopenbaard. Het ongelovige volk zou er blind voor blijven. Alleen het trouwe overblijfsel, aangeduid als mijn leerlingen, zij die zich laten onderwijzen, zullen zich erdoor laten bemoedigen. Dit geldt ook voor ons. Jezaja 8 versen 17 tot en met 22 Ik zal de Heere verwachten die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Zie, ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de Heere van de legermachten, die op de berg Sion woont. Wanneer zij dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met hun gelispel en geprevel. Zeg dan, moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis. Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Men zal er teneergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men honger leidt, zal men uitbarsten in woede, en zijn koning en zijn god vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn, angstaanjagende donkerheid, en men zal voortgedreven worden, het donker in. In Jezaja 8 staan twee voorbeelden van valse verwachtingen het bouwen op coalities met een grootmacht als Asur en het vertrouwen op occulte machten. Het oproepen van vooroudergeesten en andere occulte praktijken brengen het volk in duisternis. Israël mag geen occulte praktijken beoefenen en ook gelovigen vandaag mogen dit niet doen. Isaiah 8 vers 23 Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidenvolken wonen. Na alle onheil, voorzegt over de Judeers, volgt een indrukwekkende heilsaankondiging. Het volk dat in duisternis leeft, zal een groot licht zien. Daarover meer in de volgende uitzending. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.